Exact op de plek waar 400 jaar geleden midden in het hart van de stad de eerste markt van Rotterdam ontstond, opende een paar weken geleden een unieke plek waar jong en oud, zakelijk en particulier, foodies en mensen die gewoon van lekker eten houden, elkaar kunnen ontmoeten op een interactief podium. Vandaag is het moment daar dat we officieel de wereld van smaak openen. Ik wil jullie voorstellen aan Pierre Wind. Nee, maar ik wil even zeggen van Rotterdam het weer geflikt heeft, ja. Om weer te pionieren en weer een van de eerste zijn met zoiets in Nederland. En dan kom je juist Hagenees hier. Ja. Dus, ik moet altijd voor nieuwigheid naar Rotterdam. Dat is altijd. Wat lijkt jij wel lekker? De tomaten, altijd heerlijk. Maar even lesje 1 voor de wereld van smaak. Ja. Dan moet je hem dus echt even kapot maken. Tja, met topchef Pierre Wind in de keuken weet je dat er ter plekke letterlijk een nieuwe wereld van smaak ontstaat. Benieuwd of deze soep gaat smaken. Ik zou zeggen, man, ik heb even wat meer water nodig. Ik ga vuur zetten. En houdt jullie even gewoon gezellig in de wethouder. En dan ga ik even, ik kom zo terug. Ja. Want jij bent de oprichter van De Wereld van Smaak. Als die interesse bij jou er is en je dit hebt opgezet, kan je zelf een beetje koken? Nou, dat durf ik haast niet te zeggen, maar ik kan helemaal niks. Nee? Kan je niks? Een gebakken eitje, dan houdt het echt op. 5, 4, 3, 2, 1. Mooi, hè? Zo, Pierre, goed gedaan. Deze wereld van smaak is officieel geopend.